Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. U bent hier vanavond voor de reunie van de Arend en de Zeelmeel, neem ik aan? Ja. En u bent? Heel verbeet. Kijk eens al, nou, er staat een hele andere naam op. Oh. Meisjesnaam is dit. Dat is meisjesnaam. En hoe lang geleden is dat u hier op de Arend en de Zeelmeel heeft gezeten? Nou, van mijn 16e jaar, nee, eerder nog, 14e jaar. Dus en het is nu, ik ben nu 52 dus. En ik heb gehoord dat u ook een van de organisatoren bent van deze avond. Ik doe alles samen met J&J, hè? Dus dat is mijn maat die naast me staat. Die hebben de Nederlandse jas getrokken. Ja, tuurlijk wel. Zo hoort het ook. En ik heb gehoord met heel veel plezier. Ja, we genieten ervan zelf ook. En als we dadelijk alles weer zien, alles, het hele spanning bij elkaar is. Want wij hebben dan ongeveer een leeftijdsverschil van 50 jaar. Die we niet gezien hebben binnen. Want wij zijn dus een generatie ouder als hemel. Nee, dat gaat allemaal leuk. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Nou Jos, dat ik jou nog hier mocht tegenkomen na zoveel jaar. We herkenden elkaar niet. Nee. Hè? Maar het is toch hartstikke leuk, hè? Hoe ervaar je dit? Nou, ik vind het gewoon... Het is 60 jaar geleden. En ik was maar heel klein. Ik kwam eigenlijk niet veel buiten. Want ik moest altijd bij mijn vader in de dansschool zijn. Maar deze mensen zijn allemaal buurtbewoners geweest. En ik ervaar dit als perfect. Ik vind het gewoon perfect. Ja. Heerlijk is dit, hè? Ja. Het is heerlijk, ja. Dat je na 60 jaar mensen tegenkomt. En zegt, oh, van Gol. Oh, van die dansschool. Oh ja. Oh, jij bent Jos. Nou, dat is echt, echt. En u zelf dan... U heeft zelf nog het verhaal groter gemaakt over Pater van Schieten praten. Over de Isaac en Bertstraat, over zuster de Haaien. Dat we daar, altijd, daar kwam ik altijd zondags, eerst naar de kerk, daarna koffie drinken. Daarna was er met altijd nog dansles. Ja, dat is... Ja. Weet je de naam nog van degene die dansles gaf? Nee, maar het was een irritant man, want hij zat steeds... Meneer Koevoets. Koevoets, ja. Ja, die magere man. Ja. Hij zat steeds achter mijn vrouw aan. Of die mevrouw, mijn verkering. Dat kan ik me goed herinneren. Je... Dat dacht ik. Ik was een beetje jaloers. Get your kicks on route 66, big six. Six, get wines from Chicago to L.A. California, almost 2,000 miles. U bent vriendin altijd geweest? Ja, ja. En hoe? 50 jaar, 60 jaar. Ja. Nou, van de kleuterschool bij. En hoe ervaart u deze avond? Heel leuk, heel leuk. Ja, om oude herinneringen ophalen? Ja, heel leuk. Zoals? Wat schiet u zo eens te binnen? Vertel eens iets leuks van vroeger. Spijbelen, hè, deden we. Spijbelen. Om bellen tot jij een gebroken been had. Ja. En dan gingen we naar de stad. Voor de huisartsschool. Ja. 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 De huisartsschool hier op de Rustervaan of de Paradijslaan? Schinkelstraat. Schinkelstraat. Ja. Nou, oké. Okay. Get your kicks on Route 66. Op een gegeven moment is dat allemaal weer verwaterd. En toen, ja, we hebben elkaar uit het oog verloren. En nou hebben we hier een reunie. Ik zie weer een heleboel mensen die ik normaal helemaal niet herkende. Dat ik eerst een half uur mee moest praten, dat ik pas zag dat we het niet waren. Maar mij herkennen ze gelijk schijnbaar. Oude vriendinnen zeker? Oude vriendinnen ook. En het wordt heel gezellig hier zo. Maar ja. Ik ben blij dat ik Peter tegenkom. Want Peter zie ik ook weer in jaren. Nee, dat... Hoe is je achternaam, Peter? Peter Bol. Officieel Peter Bol de Haas. Dus, maar ja, oude Krooswijker. Ja, ook, altijd hier. Ja, maar je woont nu niet meer in Krooswijk? Nee, ik woon in Hoek van Holland. Ik heb vroeger altijd slachter geweest. Ik heb, toen ben ik B-warts geworden in Hoek van Holland. Bij het reddingswezen heb ik gewerkt daar. Ik zit nu bij het huisjeskamp in Hoek van Holland van de gemeente Rotterdam. En dat is perfect naar mijn zin van sport en recreatie. Echte naam noemen, dat is fantastisch. Ik heb het naar mijn zin. Ik word nu 64 jaar en ik hoop daar nog een jaartje of twee even door te gaan. En dan had ik lekker in de fut. Ja.
Ja.